Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal en je kijkt naar een make-uploos gezicht. Want ik wilde een klets- en make-up video met jullie gaan doen. Ik heb dat zelf nog nooit gedaan, zo'n video, maar het leek me wel heel erg leuk. Ook een keer wat nieuws op mijn kanaal. En ik denk dat het ook wat persoonlijker is, omdat je wat meer te weten komt achter de persoon van dit kanaal. Dus dat leek me wel heel erg leuk. Dus als je zin hebt in deze video, doe alvast je duimpje omhoog. En dan ga ik beginnen. De producten die ik ga gebruiken zal ik even in de beschrijving zetten. Zodat niet te veel de nadruk ligt op de make-up look zelf. Maar ook eigenlijk een beetje op de combinatie van. Ik heb hiernaast even een spiegeltje neergezet, zodat ik een beetje mee kan kijken. Dus als ik een beetje naar rechts kijk, dan weet je dat ik even in de spiegel kijk. En we hebben eigenlijk net Pasen gehad. En ik weet niet of jullie nog wat leuks hebben gedaan. Ik eigenlijk niet. Ik heb niks bijzonders gedaan. Ik ben gewoon 2 dagen thuis geweest. Heb voor mezelf gekookt. Niet heel bijzonder. Dus ik heb ook niet zo heel veel hoor met dit soort dagen, moet ik zeggen. En misschien jullie wel. Misschien denken jullie, nou ja, het is gewoon lekker een extra dagje vrij. Maar dat is voor iedereen heel persoonlijk, denk ik. Ja, dat eigenlijk. Ik zit ook eigenlijk altijd een beetje met het licht te clearen in deze woning. Als je mijn kanaal langer volgt, dan heb je misschien al wel vaak video's gezien die op verschillende plekken in huis zijn opgenomen. En dat komt gewoon puur omdat ik altijd een beetje met het licht zit. Ik heb hier op zich best wel veel licht, maar het ligt ook wel weer een beetje aan het weer. Het is vandaag ook weer niet super zonnig of zo, dus ik heb niet heel veel lichtinval. En ja, ik heb ook eigenlijk maar 2 echte ramen waar licht door naar binnen komt. Dus dat is soms een beetje lastig. En ik heb ook een tijdje op de slaapkamer gefilmd. En dat was op zich wel handig. Alleen merkte ik dat... Qua rusttijd kon ik dat daar wel vinden, omdat ik dan eventjes zonder huisdieren kon zijn. Ik heb 3 katten en een konijn. Nou ja, die katten lopen natuurlijk gewoon rond. Maar ook qua licht was dat niet altijd even handig. En op dit moment is dat ook gewoon eventjes niet mogelijk, dus doe ik het gewoon eventjes hier. Eigenlijk. Nou ja, zoals ik dus al vertelde, dit is een heel ander soort video als wat ik normaal doe. Ik heb op mijn kanaal altijd wel een aantal video's die standaard terugkomen. Maar dit leek me ook wel heel erg leuk om een keertje te doen. Moet ook zeggen dat ik wel wat verandering wil aanbrengen in mijn kanaal. De standaard video's die ik nu gewoon maak, die wil ik ook blijven maken. Want dat zijn video's die ik wil laten terugkomen standaard. Maar ik zit ook bijvoorbeeld heel erg te denken om misschien een dagje in de week te gaan vloggen. Moet ik wel heel eerlijk zeggen, ik zou geen hele week vlogs of zo maken wat sommigen doen. Want mijn leven is nou niet zodanig interessant dat ik denk dat jullie dat heel leuk gaan vinden. Ik bedoel, ik ga niet naar belangrijke of leuke events of dat soort dingen. Maar... ja, ik ben voornamelijk, speelt mijn leven zich in huis af. Dus ik weet niet of dat heel leuk is voor jullie. Maar ja, ik zou dan ook eens een keertje wat meer een kijkje in mijn leven kunnen geven. Of achter mijn blog ook. Naast dit YouTube kanaal heb ik ook nog een blog. Misschien weet je dat wel. Als je dat niet weet, die heb ik dus ook. Ook daar, op dat gebied, wil ik wat verandering aanbrengen. Daar ben ik een beetje mee aan het oriënteren, moet ik zeggen. Ik ben een beetje aan het kijken naar een eigen domein. En ik zit nu nog op een gratis account en op zich is dat prima. Maar ik blog nu vanaf 2011 en ik moet zeggen dat ik toen nog niet zo heel veel voorstelde hoor. Toen was het nog een beetje... beginnend. Ik schreef af en toe een artikel wanneer ik er zin in had. En nu heb ik er gewoon echt wel sinds 2,5 jaar een ritme in zitten. En ik vind het ook nog steeds leuk om te doen.
Ik blog 3 dagen per week. En zelfs op de dagen dat ik soms niet blog, mis ik het zelfs nog wel een beetje om dit te doen. En ja, doordat ik best wel veel tijd heb, werk ik ook niet echt vooruit. En dat heb ik ook wel eens in video's gezegd. Ik kan heel makkelijk schuiven ook met reviews en dat soort dingen. Dus meestal schrijf ik het artikel ook op de dag zelf. Moet ik wel zeggen dat de laatste tijd merk ik wel dat ik niet echt een vaste tijd heb. En dat zou ik wel weer terug willen. Dus daar moet ik wel weer een beetje aan gaan werken. Dat ik dat weer een beetje terugkrijg. Maar ja, aangezien ik het nog steeds gewoon heel erg leuk vind. Lijkt het me ook wel leuk dus om gewoon een .nl account te krijgen. Maar ja, ik weet daar gewoon nog niet zo heel veel van af. Dat is gewoon heel veel oriëntatiewerk. Ik weet dat je een hostingpakket moet hebben en natuurlijk het eigen domein zelf. Maar hoe dat draait en zo, dat weet ik gewoon allemaal nog niet. En daar moet ik gewoon een beetje meer in verdiepen. Ook weet ik niet of dat er misschien wel meer werk of misschien zelfs administratie bij komt kijken bij een eigen domein. Dat weet ik gewoon allemaal niet. Kijk, bij het gratis account, daar hoef je eigenlijk niet heel veel voor te doen. Want het loopt allemaal wel. Maar dat zit op een eigen domein toch anders. Dus ja, daar wil ik me een beetje mee bezighouden. Ook zal er dan een naamsverandering plaatsvinden. Want de naam die ik nu heb gekozen zou niet de naam zijn waarop ik een eigen domein zou willen, zeg maar. Dus ja, dat zijn allemaal keuzes waar ik een beetje mee bezig ben. Waar ik een beetje mee aan het oriënteren ben. Ik weet er ook gewoon niet zoveel van af. En het is ook niet dat ik iemand ken bijvoorbeeld die gewoon al een eigen domein heeft. Die me er meer over zou kunnen vertellen. Dus ik moet het vooral van artikelen van andere mensen hebben. Sommige mensen schrijven een artikel als ze zijn overgegaan op hun eigen host. Van hoe hun ervaring daarmee is en... Ja, en ook heb je natuurlijk weer heel veel verschillende bedrijven die zo'n pakket aanbieden. Dus dat is allemaal, ja, even kijken van wat het beste bij je past, wat het beste bij je blog past. Dat soort dingen. Maar dat zijn gewoon allemaal dingetjes voor de toekomst, zeg maar. Vloggen bijvoorbeeld ook. Dat lijkt me echt super leuk. En dan kun je afvragen, oké, waarom ben je er dan nog niet mee begonnen? Nou, ik heb nu nog niet het juiste materiaal om te kunnen beginnen. Niet dat ik speciaal een camera zou gaan aanschaffen voor het vloggen hoor, dat absoluut niet. Maar ik ben sowieso op zoek naar een wat goede, betere camera, zeg maar, ook voor mijn gewone YouTube-video's. Want ik heb gewoon wel een compact camera, maar die is gewoon niet echt geschikt om mee te filmen. En op zich... Oh, ik heb een beetje jeuk. Is het beeld wat hij geeft eigenlijk best wel heel erg mooi. Maar het geluid is echt vreselijk. Er zit heel veel ruis op de achtergrond. Er kan ook geen externe microfoon in of zo. En die ruis die krijg ik er ook op echt geen mogelijkheid uit. Ik heb het wel eens een keer geprobeerd. Nou ja, het was gewoon geen succes. Dus ja, vandaar dat dat allemaal een beetje op de lange termijn ligt. En... ja, met vloggen zou ik dan wel eens een keertje mee kunnen nemen als ik bijvoorbeeld een keertje naar buiten ga of zo. Maar ja, wat ik al zei, het is niet dat ik een uber interessant leven heb. Het zouden dan meer een soort van huistuin- en keukenvlogs worden. Nou, moet ik persoonlijk zeggen, ik vind het best wel leuk om naar dat soort vlogs te kijken. Ik volg ook wel vloggers die gewoon hele normale vlogs maken en niet dat andere vloggers geen normale vlogs maken, maar mensen die ook niet naar speciale events of wat dan ook gaan. En ja, ik vind het altijd wel gewoon leuk om te zien, maar dat is voor iedereen persoonlijk. Want tenslotte zijn we natuurlijk ook gewoon allemaal maar mensen, ook de vloggers die een heleboel kijkers hebben of volgers die ja echt super groot zijn, dat zijn ook tenslotte maar gewone mensen. Dus ja, dat was eigenlijk een beetje het idee over het vloggen. Nou, zoals ik dus net al eventjes wat over mijn huisdieren vertelde. Ik zei al, volgens mij dat ik 3 katten en een konijn heb.
Maar ik heb binnenkatten. Moet ik zeggen dat ik daar heel blij mee ben. Want ik zou het niet fijn vinden als ze overal liepen. En op zich is het, als je dat wel doet, is dat natuurlijk ook gewoon prima. Maar ja, ik zou er zelf niet zo aan kunnen wennen. Ook niet als ik bijvoorbeeld dan niet weet waar ze zijn of zo. Dat zou ik echt vreselijk vinden. Ik woon ook in een appartement, dus ja, het is ook niet zo heel handig om je kat naar buiten te laten. Ik heb ook 3 vrouwtjes, dus misschien is dat ook wel een heel verschil hoor. Het kan bijvoorbeeld zijn dat katertjes gewoon ja, heel erg de behoefte hebben om naar buiten te gaan. Maar die van mij die hebben dat sowieso niet, omdat ze natuurlijk al vanaf het begin gewoon binnen zijn. En ook niet elke kat die is geschikt om een binnenkat te zijn. Dat is ook gewoon waar. Ik bedoel, de ene kat die wil gewoon heel graag naar buiten. En de andere, ja, die vindt het prima om binnen te zijn. Dus dat is ook gewoon een heel verschil qua dier. Het konijntje wat ik heb, die zit gewoon binnen in de kooi. Vind ik ook wel zo gezellig. Ik zou hem ook niet naar buiten doen als ik wel een tuin had gehad. Want ik heb toch het idee dat je dan misschien minder naar omkijkt. En als het binnen staat, dan geef je het gewoon meer aandacht. Tenminste, dat denk ik zelf. Misschien als je zelf een konijn buiten hebt, dat je denkt van nou, daar ben ik het totaal niet mee eens. Maar dat is gewoon wat ik zelf denk, zeg maar. En ja, dat is wel heel gezellig. Gaat ook heel goed samen hoor, katten en een konijn. Het is heel schattig als ik het konijn ook ga verschonen. Dan gaan ze even snuffelen aan het konijntje. Die vindt het ook allemaal prima. Maar ze doen elkaar geen pijn. Het is gewoon echt puur heel lief. Dat vind ik echt heel leuk. Dus dat is wel gezellig. Beetje veel poeder. Nu ligt er ook gewoon een katje naast me terwijl ik deze video aan het maken ben. Die ligt zichzelf lekker te wassen. Maar ik merk ook heel vaak dat als ik dus een video wil opnemen of als ik bijvoorbeeld een telefoontje moet plegen, dat ze op de kattenbak gaan zitten. En dan denk ik af en toe, oké, het lijkt net of dat ze het erom doen. Maar ik denk helemaal niet dat dat zo is. Alleen het is gewoon heel toevallig dat het altijd gebeurt. Dus ja, dat is best wel bijzonder. Oh wow, ik heb een beetje een prikkelkwast gebruikt, heb ik het idee. Want nu prikt het een beetje op mijn gezicht. En ik had geen rode plekjes of iets dergelijks. Ik heb ook gewoon, voordat ik mijn make-up ging doen, ik heb geen primer gebruikt. Maar ik heb gewoon een dagcreme opgedaan. En voor mij werkt het ook heel vaak heel goed. Ik heb overigens ook eigenlijk low-budget kwasten. En dat zijn voornamelijk kwasten van de HEMA. Een aantal van Essence. Die heb ik al gewoon eigenlijk al best wel een aantal jaar. Zelfs met wassen. Oké, je merkt wel dat de haren wat uit elkaar gaan staan. Maar ze doen het op zich nog prima. Ik zou wel graag eens een keertje een wat betere kwastenset willen hebben. En dan denk ik dus aan Real Techniques of Eco Tools volgens mij. Of Eco Tools, ik weet niet zo goed hoe je het zegt. En volgens mij heeft de Boozy Shop ook hele kwalitatief goede kwasten sets. En Real Techniques die wordt tegenwoordig ook verkocht bij de Ethos. En dan heb je gewoon startpakketjes, zeg maar. Volgens mij kosten die 30 euro. En dan heb je gewoon, wat ik laatst bijvoorbeeld zag in een folder, als je een setje voor de wenkbrauwen hebt, dan heb je gewoon een wenkbrauwkwastje en een borsteltje en volgens mij ook een pincetje. En misschien dat er nog wel iets bij zat, maar dat weet ik niet meer. Dus dan heb je gewoon eigenlijk gewoon een startpakketje. En dan zit je eigenlijk meteen al wel goed. Ook voor het gezicht hebben ze die. Volgens mij hebben ze, tenminste waar de Ethos waar ik toen was, hadden ze 3 soorten. Misschien varieert het ook weer per winkel, want dat zou natuurlijk kunnen. De ene Ethos die is ook groter dan de andere. Dus dan kan het ook zijn dat hij een groter assortiment heeft. Ik moet zeggen dat ik de doekkwasten die op AliExpress staan, er ook heel goed vindt uitzien. Maar dat het altijd een dingetje is om te bestellen. Ik heb daar zelf geen ervaring mee. En heel vaak
hoor ik ook wel dat mensen bijvoorbeeld achteraf nog bij moeten betalen. En ik weet gewoon niet zo goed hoe dat zit. En je kunt de kwasten natuurlijk ook niet zien. Dus je kunt alleen het plaatje zien als het op het plaatje er heel goed uitziet. Maar misschien zijn ze het echt wel heel anders. Ik ben wel benieuwd of jullie daar ervaringen mee hebben met het bestellen op AliExpress of met de kwasten 6. Misschien weet je wel welke ik bedoel. Ja, ik vind dat toch altijd een beetje eng, want het duurt ook best wel een beetje lang voordat het binnen is. Volgens mij sommige 3 weken, misschien wel langer zelfs. En als het dan helemaal niks is, dan vaak is het niet zo heel erg duur, maar ja, dan heb je er nog niet heel veel aan. Ja, ik ben er gewoon een beetje huiverig voor. Ik weet het niet. Hoe dat is. Ik denk toch vaak, als je in een Nederlandse webshop bestelt, heb je ook nog een soort van garantie. Ik weet niet of dat je dat bij AliExpress hebt. Volgens mij kun je het wel retour sturen, maar ja, dan zul je ook best wel wat verzendkosten over betalen misschien. Omdat het natuurlijk toch naar het buitenland terug moet. Nou, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe dat zit. Dus ja, daar ben ik wel een beetje... Op zich ben ik er benieuwd naar. Aan de andere kant ben ik er een beetje huiverig voor. Dan denk ik van, misschien kan ik beter gewoon investeren in... Bijvoorbeeld kwasten van Real Techniques. Dat je gewoon af en toe eens een keer een setje aanschaft. Dat je gewoon echt kwalitatief hele goede kwasten hebt. Want volgens mij zijn die echt heel goed. Dan dat je... Ja, weer voor low budget gaat en dat het weer niks is, zeg maar. Dus ja. Keuzes die je moet maken. Maar voorlopig doe ik het gewoon eventjes met de low budget kwasten die ik nu heb. Want op zich gaat dat ook best wel. Goed, ik denk alleen als je ook niet beter weet, dan vind je het prima. En ik denk als je gewoon inderdaad hele... goede kwalitatieve kwasten gewend bent, dan vind je een low budget kwast misschien al heel snel dat je denkt van wauw, dat kan niet tippen aan de kwast die ik zelf altijd gebruik. Zo, even blenden. Ik krijg de laatste tijd ook echt hele leuke reacties op mijn video's, wat ik ook echt heel erg leuk vind. Dat, vooral op de shoplogs die ik de laatste tijd wat meer heb gemaakt. Meer. Ik heb er in een paar weken tijd heb ik er 2 opgenomen. En ja, volgens mij vonden jullie dat wel heel erg leuk, want ik krijg hele leuke reacties op. En daar word ik ook echt serieus heel blij van. Een reactie dat kan al zoveel zeggen... Hoe, ja, met wat je doet. En dan hoef je nog niet eens superveel volgers te hebben. Maar gewoon dat iemand de tijd neemt om die video te bekijken en te reageren. Dat vind ik super leuk. Dat vind ik echt heel erg leuk. Daar word ik echt serieus blij van. Ja, daar wil ik jullie echt wel voor bedanken ook meteen. Dat vind ik echt heel leuk. Ik doe dit nu ook gewoon zonder lenzen in. Ik heb normaal dus lenzen. Of een bril. Jullie zien me de laatste tijd heel vaak met bril. Want vaak als ik bezig ben op de computer met foto's bewerken of artikelen schrijven. Dan merk ik gewoon dat mijn lenzen dat niet echt trekken. Want ik heb chronisch droge ogen. Dus ik maak niet genoeg traanvocht aan. Ja, dan worden je ogen gewoon keidroog. En met lenzen werkt dat gewoon niet. En ik doe dit nu ook gewoon zonder... Ja, bril kan natuurlijk niet. Wow, dat is logisch. Maar ook zonder lenzen. En ja. Volgens mij gaat het wel goed. Ik doe dit natuurlijk elke dag. Omdat ik de laatste tijd al heel weinig ook in had qua lenzen of zo. Dan... is het voor mij ook heel normaal om het op deze manier te doen. Maar om... Nu doe ik 3 dingen tegelijk. Ik moet en mezelf opmaken en ik praat met jullie. En ik moet ook nog goed opletten dat het er allemaal een beetje goed opkomt.
Maar gelukkig kunnen wij vrouwen dat multitasken. Dat is echt zo handig dat wij gewoon meerdere dingen tegelijk kunnen. Dat is echt ideaal. Zo. Ik merk ook de laatste tijd dat ik met het aanbrengen van mijn make-up de kleur op het bewegend ooglid gewoon als laatste doe. Dat ik die vaak wat lichter hou. Dus dat ik eerst inderdaad de arcadeboog. Eerst doe ik de highlighter op het wenkbrauwbod en in de binnenste ooghoek. Maar dat ik daarna echt gewoon eerst de arcadeboog en de outer V doe. En daarna pas de lichte kleur. Want ik heb heel vaak ook gehad, dan had ik de lichtste kleur aangebracht, zat hij er heel mooi op. En dan ga je met andere kleuren. En soms vooral als je dan een beetje een palet hebt wat poederig is, zeg maar. Dan merk je gewoon heel erg dat die kleur, dat die poeder dan heel makkelijk op je in je lichte kleur komt. En dan moet je dat weer bijwerken. En dan moet je hem toch weer een beetje gaan opbouwen met meerdere lagen. En dat is soms een beetje lastig. Dus ik heb er nu voor gekozen de laatste tijd om het zo te doen. En op zich bevalt mij dit prima. Dus daar ben ik ook wel blij om. Het is wel heel fijn, moet ik zeggen. Ik heb besloten om maar niet voor een wing te gaan met mijn eyeliner, want ik vind dat best nog wel lastig, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik bedoel, je moet hem echt super, super netjes krijgen en dan moet hij ook nog gelijk lopen aan je andere wing. Ik moet zeggen dat ik dat best wel een dingetje vind. Nou weet ik dat Beauty Blender heeft daar zo'n heel handig tooltje voor ontworpen. Daar heb ik ook reviews over gelezen. Maar de een die was er wel enthousiast over, de ander totaal niet. En ik denk ook inderdaad, als je al gewoon heel goed bent in het maken van wings, dan is het totaal niet relevant. Maar als je het niet zo goed kan, is het misschien wel heel handig. Maar ja, tegelijkertijd is het wel een tooltje wat 20 euro kost. Zometeen is het dus niks. Dan vind ik het ook wel weer zonde van die 20 euro. Terwijl ik ook wel tips heb gehoord dat je stencils kunt gebruiken. Die kun je downloaden op internet. Sommige mensen doen het ook met plakband. Nou, dat vond ik zelf niet zo'n succes. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Dat heb ik ook geprobeerd. Dus ja, misschien dat ik toch nog wel ooit zo'n tool wil proberen. Misschien komt er nog wel eens een keer een low budget merk met ook zo'n soort tooltje. Maar ja, dat ik ben het ergens toch wel heel benieuwd of dat het werkt. Maar ja, net wat ik dus zeg, als het niet werkt is het zonde van dat geld. En het is toch 20 euro. Wat best wel veel geld is, vind ik zelf. Wat ik trouwens zelf wel bijzonder vind, is dat, dat als ik een tutorial kijk op YouTube of ook wel eens een video waarin gepraat wordt en de make-up tegelijk gedaan wordt, dat eigenlijk maar heel weinig mensen ook oogpotlood gebruiken. En ik vind bij mij dat oogpotlood echt mijn look afmaakt. Ik kan echt niet zonder oogpotlood. Dan voel ik me echt kaal. Dan, ja, bij mij hoort dat er echt heel erg bij. En ik zie dat gewoon niet zo heel erg vaak. En dat vind ik eigenlijk best wel bijzonder dat niet heel veel mensen daarvoor kiezen. Misschien is het ook wel een beetje uit, dat weet ik niet. Maar misschien staat het ook mooier. Sommige zonder de waterlijn gewoon naturel, zeg maar. Je hebt natuurlijk ook naturel oogpotloden. Maar ja, ik vind het zelf altijd wel heel erg mooi om een oogpotloodje aan te brengen. Omdat het mijn look gewoon heel erg afmaakt. Zo. Wimpers krullen. Ik vind het ook eigenlijk best wel bijzonder dat als je een blog wil beginnen, er zijn waarschijnlijk nog zat mensen die er ook mee rondlopen of zo, maar die
misschien denken van ja, er zijn al zoveel blogs van dat type, moet ik dat wel doen? Dat eigenlijk ja, best wel jammer is, want ik merk bijvoorbeeld dat reviews heel verschillend kunnen zijn. En wat ik bijvoorbeeld een niet fijn product kan vinden, dat kan een ander heel fijn vinden. Dat is ook wel een verschil van mening en per persoon, denk ik. Kijk, als je gewoon weet dat een product iets belooft, dat je dan denkt van oké, dat krijg ik er echt totaal niet voor terug, dan begrijp ik dat je zegt van nou, wat moet ik daarmee? En wat voor de een niet kan werken, kan voor de ander bijvoorbeeld heel goed werken. Dat is eigenlijk wat ik ermee wil zeggen. Dat je jezelf niet moet tegenhouden omdat je denkt, oké, er zijn al heel veel beautybloggers of foodbloggers bijvoorbeeld. Want ja, ik vind dat je gewoon je eigen touch eraan kunt geven. En dat je evengoed ook nog gewoon er zeker toe doet, zeg maar. Dan moet ik ook wel zeggen, als je een review leest en één die schrijft heel positief en de ander heel negatief, begrijp ik ook wel dat je in de war kunt raken. Dat je denkt van ja, wat moet ik er nou mee? Dat je dan alsnog kunt besluiten, oké, ik ga gewoon voor mezelf proberen wat fijn is. Nou denk ik ook wel dat de meeste mensen afgaan op de bekende beautybloggers. Die, ja, die ook gewoon heel eerlijk schrijven. Probeer ik ook altijd hoor, zo eerlijk mogelijk. Als ik een product niet fijn vind, zet ik dat er ook wel bij. Maar ik wil het ook niet altijd helemaal afkraken, want bijvoorbeeld als een oogschaduwpalet die heel mooi uitziet, maar het pigment is echt 10 keer niks, dan zal ik dat zeker opschrijven. Maar dan zal ik ook zeker nog wel even renderen aan het feit dat ik het uiterlijk wel heel mooi vind. En nou weet ik dat het uiterlijk er niet toe doet, altijd. Maar ik vind toch een mooi product ook heel belangrijk. Maar dan zal ik zeker de nadruk leggen, zeg maar, op het feit dat het qua pigment gewoon niet is. Maar dat het qua uiterlijk wel heel mooi is. Zodat het niet helemaal gelijk zo, ja, de grond ingestouwd wordt. Zo probeer ik het meestal zelf te doen. Ik weet niet hoe jij dat doet. Ik weet ook gewoon dat anderen dat misschien heel anders doen. Maar ik heb bijvoorbeeld echt wel, vooral bij limited edities zie ik het vaak, dat ze een paletten heel mooi maken. En dan ga je naar het pigment kijken en dan denk je echt, wow, dat valt dan weer tegen. Dat is echt dan wel heel jammer. Omdat je wel het idee hebt dat er heel veel hun best voor is gedaan om het uiterlijk er heel mooi uit te laten zien. En ook soms mooie vormen, zeg maar, in de poeder. Maar ja, natuurlijk draait het gewoon allemaal wel om het pigment. Dat is gewoon waar. Ja, mascara zit weer op. Dat vind ik altijd het lastigst. Praten en de mascara opdoen tegelijk. Ik weet niet. Ik ben altijd een beetje bang dat het borsteltje in mijn oog belandt. Heb ik ook al een paar keer gehad. En dat doet zo gigantisch zeer. Dat is echt niet leuk. Nou, dan nog even wat op mijn lippen. Ik moet zeggen dat ik echt heel erg dol ben op lipcreams. Dat is echt wel iets wat ik echt heel tof vind. En vooral de matte natuurlijk. Ik hoor ook altijd hele goede verhalen. Oh, het zit er al weer onder. Dat was niet de bedoeling. Over de lipproducten van NYX. Of NYX, geloof ik. Zeg ook heel veel. Maar ik vind het ook echt heel leuk dat er steeds meer low-budget merken komen. Want ja, zo is er gewoon voor eigenlijk ieder zijn portemonnee wat te vinden. Ja, als het gewoon heel mooi mat opdraagt, dan ziet het er gewoon heel, heel mooi uit. Klein beetje nog. Zo. Dan zit dat er ook weer op.
nog eventjes mijn haar doen en dan is mijn look in ieder geval weer klaar. Zo, mijn haren zijn ook weer klaar. Dat ziet er een stuk beter uit dan het vogelnestje wat ik net op mijn hoofd had zitten. Mijn haar leek net een beetje op een vogelnestje, vond ik zelf. Maar nu heb ik het weer eventjes losgedaan. En eventjes, ja, gedaan zoals ik het meestal draag. En vind ik het wel weer goed. Ook vind ik de make-up look mooi. Ik heb hem een beetje subtiel gelaten, niet heel opvallend. Daarom heb ik ook een beetje voor een, ja, lichtere lipkleur gekozen. Maar ik ben er weer tevreden mee voor deze keer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Laat het me zeker weten of dat jullie het leuk vinden als dit vaker zou terugkomen op mijn kanaal. Ik vond het zelf wel heel erg leuk om te doen. Het is ook wel grappig, want je moet gewoon meerdere dingen tegelijk doen. En ja, dat is best wel een uitdaging, maar wel een hele leuke uitdaging. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Als je op de hoogte wilt blijven van mijn nieuwste video's, kun je je gratis abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik je heel snel weer. Doeg!